Nee, ik denk dat de medewerkers van de MT zich daar zeker geen zorgen over hoeven te maken. Ten eerste is daar wettelijk in ons land van alles over geregeld. Ten tweede denk ik dat wij niet alleen mooie vestigingsplaatsen, maar ook mooie formuleonderdelen en een fantastische ploeg aan mensen verkopen. Dat klinkt een beetje vervelend, maar begrijp wat ik bedoel. En ik ben ervan overtuigd dat de kopers heel zuinig gaan zijn op die mensen en daar dus ook op een hele verstandige manier mee omgaan. Ja, de MT-supermarkten zijn een ander soort supermarkten dan de Jumbo's. Meer op vers, iets hoger prijssegment. Zal het voor medewerkers niet een stapje terug zijn? Nee, dat ligt er maar aan wat de kopers willen gaan doen met die zaken. Ik schat zo in dat ze de beauties van de MT in ere zullen houden. Onze fantastische prestaties op vleesgebied, überhaupt op versgebied. De klantgerichtheid waar we de afgelopen jaren veel prijzen voor hebben gewonnen. Dus ik denk dat die medewerkers juist heel erg gevraagd gaan worden om hun bijdrage uit te gaan stralen. Het is een verrijking van Jumbo. Dat hoop ik wel. Aan de andere kant komt er ook een mooie deal uit voor Sligo, dat Sligo de Laplace restaurants gaat beleveren. En dat is eigenlijk waar u vooral in bent gespecialiseerd, hè? De groothandel. Ja, meer dan ooit maken wij met deze keuze ook om afscheid te nemen van MT. Heel duidelijk de keuze om onze ambitie als toonaangevende internationale foodservice speler waar te maken. En als je dan zo'n mooie deal met zo'n mooi bedrijf als Laplace in de start mee kunt nemen, dan is dat natuurlijk heel erg fijn. Wel een Veghels feestje, hè? Ja, maar Veghelse feestjes zijn heel gezellig. Wanneer is de deal rond? Wij verwachten, maar we zijn daar afhankelijk van de toestemming van allerlei autoriteiten, de ACM, onze ondernemersraad en dergelijke, dat ergens in de loop van 2018 plaats zal vinden. En dat is een heel ruim begrip, maar ik ben hier even afhankelijk en ook de kopers zijn hier afhankelijk van een aantal externen. Hangt de vlag uit of hangt die een beetje half stok? Want het is een beetje een mengeling van emoties, merk ik. Nou, volgens mij moet je de vlag en niet uithangen en niet half stok hangen. Ik denk dat wij, ik denk niet alleen, wij hebben heel veel moeite en we laten ook echt wel een traan op het afscheid nemen van 6200 collega's waar we veel lief en leed mee hebben gedeeld en die ook heel dankbaar zijn voor alles wat ze hebben gedaan. Daar gaat vandaag de dag ook al onze aandacht naar uit. Tegelijkertijd, als je die beslissing dan hebt genomen, dan denk ik dat er een hele mooie deal ligt waar we heel erg tevreden en trots op kunnen zijn.